Hoi! Welkom bij een nieuwe vlog! Ja, het is ook. Jij naam staat al. Oh ja? Ik ben Sergio. Ik ben René. En happy Valentine! All you lovers, geliefde, romantische mensen. Fris en fruitig, zonnetje schijnt. Dus we gaan eventjes lekker douchen. En al boodschappen doen, hè baby? Yes. We gaan hem halen, eigenlijk. Koffie. Gebak. Wat voor gebak? Nee. Kijken wat ons trekt. Kijken wat ons trekt. Ja. In de supermarkt. En nou heb ik dus voor de eerste keer mijn tof cadeautje gebruikt. Echt super handig, jongens. Het even wennen, dat wel. Zie je dat? En uiteindelijk hebben we er dus dit van gemaakt. Dus ik heb hier mooi die zijkanten weggehaald. Bakkenbaarden zijn een beetje hoog, maar dat kwam omdat René wilde proberen en die hakte er gewoon in. Zo halverwege, zo hier zo. Dus toen moest alles eraf. Uiteindelijk was het jouw idee, hè baby? Het ringbaardje. Ja. Nou. Pak je nou mijn schoen? Ben je helemaal gek geworden of zo? Waar is je balletje dan? Nee, niet je balletjes. Waar is je bal? De bal. Het balletje. Waar is het balletje? Hallo. Oh, hij bijt in mijn oor. Welkom bij VT Wonen. Hoe heet die gozer ook alweer? Victor Brand. Victor Brand. Ben je aan het doen? Ik laatst leutjes weg aan het plintfestijn in de hal. Ik heb nog nooit plintjes gelegd, dus op zich, ik dacht van, doe maar even. Maar dat was niet zo. Dus op zich ligt het er lelijk bij. Redelijk mooi bij. Alleen, hier en daar wat gaatjes op te vullen. Gaan jullie weg? Dat kan je wel. Het is echt weer vakmanschap, hè? Het is net mozaïek lekker, maar dan anders. Dus, nou, succes. Ja. Ja, tuurlijk. Daar. En dan het volgende project in de keuken. Wat ik ook dacht van, dat doe ik wel even. Het is Valentijnsdag en Sergio die heeft iets leuks gepland. Ik heb geen idee wat. Er stond in mijn agenda dat ik de avond vrij moest houden. En dat ik wat leuks aan moest trekken. Dus dat ga ik maar doen. Ik heb geen idee. Ik vind het spannend. Leuk. Happy Valentine! All you lovers, geliefde, romantische mensen, minder romantische mensen. Doe even maar romantisch. Doe even een keer romantisch. Al die mensen die zeggen dat ze niet aan Valentijn doen, want ze doet dan heel het jaar ook al. Nou, dat zijn heel vaak de mensen die dat dus niet gewoon tijdens het jaar doen. Nee, en precies. Af en toe even een bloemetje meebrengen. Wij gaan lekker wel Valentijn vieren. Ja. Lekker commercieel. Voor ons is er altijd Valentijn. Ja. Ja, maar ook al die commerciële haters. Alles draait om commercie. En als jij een winkeltje hebt, dan wil je ook dat mensen iets komen kopen. Dus... Valentijn of niet, alles draait om commercie. We love Valentine. Poepie, ja. Wat gaan we doen? We gaan gewoon iets leuks doen. Poepie. 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 Ik ben meerjarig. Oh, pas op de camera. Gewoon. Omdat het leuk is. Gewoon even iets kleins, poepie. Heb je toch ook al wat anders gegeven? Ja. Dit is voor mij. Houd lekker. Hou ervan. Doe maar spookrechtje. We gaan dus zo ergens heen, maar ik weet niet waar naartoe. Nee. Drachten, is dat ver weg? Ja. Ja? Nee, daar gaan we niet naartoe. Drachten vind ik niks. Nee. Maastricht is wel leuk, hè? Ja, dat is heel maar dat is wel heel ver weg. Vind ik ook niks. Dat gaan we niet doen. Oké. Nee. Oh. Dan heb je roze lippen, hè? Ja. Jij hebt het grootste gedeelte wel verloren. Ja. Zullen we anders gewoon naar de Mediamarkt gaan? Ja, is goed. Vet romantisch. Nee, al gaan komen. En toen? Ja. En toen? Jezus, wat een lucht hier. Even lekker vloggen. Ja toch. Anders... Heb je zin in, baby? Zullen we dan maar gewoon naar de... Italiaan? Het is ook niet zo ver lopen, weet je wel. En dan, boys en jaloers op ons. Ja, dat kan. Nou, gaan we naar binnen. Het is allemaal hoofdgerecht, toch? Nee, secondi is hoofdgerecht. Secondi. Maar dit niet? Pasta hebben we het eigenlijk gezien als voorgerecht of tussengerecht. Lekker! Heb je zin in? Ja! Hey, we gaan een mooie verrassing maken. Oh, ja, het is heel cool. Gaan we binnen. Als je binnenkomt bij zit, zeg maar rechts. Maar ik kan niet mijn gitaar ergens niet zetten. Ik denk ja, alleen... Als jullie meteen links gaan, dan zie je het. Dat is echt niet denk ik, want dan kom je vooraan in die etalage voor. Kom jij dan? Nee, jullie. Oké. Jullie gaan links, ik ga rechts. Ja, dat is goed. Oké. Nou, is hij nou aan of is hij uit? Oh my god. Lekker hè? Dankjewel. Wat een feest. Dat was een bord. Is er nog ruimte? Wat zei je? Dat was een bord. Hè? Super. Baby. Oh my god. Wat heb je dan? Vind je het lekker of zo? Sorbet ijs. Zo, dat was 2018. Valentijn 2018. Ja, dat was een leuke avond. Leuk baby. Ja. We zijn lekker bij Jamie's Italian wezen eten in de stad van Den Haag. Die is nieuw. En heel erg lekker moet ik zeggen. Echt heel erg lekker. Er stonden echt heel veel dingen op de kaart waarvan ik dacht van die wil ik allemaal wel uitproberen. Zelfs de vegetarische dingen leken me lekker. Dat heb ik niet zo vaak. Dat was ook echt heel erg lekker. Ja, lekker stukje vlees. Ook mooi restaurant ook. Mooi stijl, ja. Leuk plekje. En toen kwam ineens mijn schoonpapa binnen. Nou, dat was een mooie verrassing hè. Ja. Vanuit Tilburg met zijn gitaar en zijn muziekie. Even met de trein, op en neer. Ja, dat was echt superleuk. Ja. Dat heeft hij heel goed gedaan. Ik ben ook al een tijdje aan het oefenen geweest, dus daar was ze denk ik goed zenuwachtig voor. Ja, maar je moet het ook maar durven, weet je. Een restaurant en dan is het gewoon een rasse entertainer en doet hij al 50 jaar niks anders. Maar toch, weet je. Ja, echt super lief. Heeft hij toch maar eventjes gedaan. Precies. Bella Notte gezongen van Lady and the Tramp. Ja, dus die hebben we zo. Bella Notte. Dus die hebben we net ook maar gelijk even opgezet. Ja. Maar deze poepie is moe. Nee, jij was toch moe? Niet meer. Jij wilde gaan slapen. Hij wordt wel oud. Ja. Opa is moe. Ja. Dus we gaan lekker slapen. We hopen dat jullie een hele leuke Valentijnsdag hebben gehad. Ja. Met jullie geliefdes. En, als je het leuk vindt, laat ons in de comments even weten wat je hebt gehad. Ja. Of hebt gedaan. Of iets speciaals hebt meegemaakt. Altijd leuk om te horen. We zijn benieuwd. Verder inderdaad een duimpje omhoog. Een likeje. Abonneren. Hieronder. En daar zo. Ja, dat rode knopje. En dan zien we jullie snel weer. Bedankt voor het kijken. Welterust allemaal. Doei.